Ja, dat is natuurlijk heel raar dat je zo'n mevrouw al tegenkomt. Ja. Niet in de blauwe jurk, maar in de blote bips. Nee. Dan denk ik van. Hier wordt niet in geknipt door de montage, want ze, ze is ook verknipt. Hè? Dat roept ze ook steeds. Ze is verknipt. De, laat het maar zeggen, gewoon. Ja. Hij is nergens bang voor. RTL is blijkbaar wel ergens bang ja. voor. Gerard Joling, Johan Derksen, Matthijs van Nieuwkerk, BNB voor liefde. Arjen Lubach, een anekdote over de Queen heb jij Uren, ook, ja, ja. Jan Uriot. Maar eerst. Ja, Pim. Wil ik jou even verrassen met een foto. Nee, ja, weer niet. Echt een player ben jij. Moet je kijken, hier sta je hoor. <laughs> ja. Moet je mijn armen zien. Hier. Ja, op, op, en wacht, zie, zie ik daar achter nou? Uh, zie je dat? Ja, dit is het. Ja, het stand van Kastreum. Ja. En daar, daar zag je waarschijnlijk nog een klein dingetje van. Hoe heet het van? Een klein dingetje. <laughs> ja, van Humberto oh, Tan. Ja. Ja. We hebben het natuurlijk over de uitzending van Jinek. Die kan tegenwoordig geen betere onderwerpen meer vinden dan ooit hebben over ja. de En daar had ze Tony Peroni daar zitten. En die vertelde gewoon even dat hij op het naakstand was ja. geweest van Kastikum. En dat hij daar inderdaad uh, Humberto Tanhoek tegen was gekomen. aan ja. uh, de Bruin. Die, die komt er ook. Ik nou, heb helemaal geen bezwaar tegen als ik die tegenkom in de blote kont. Maar uh, Umberto Tan hoeft voor mij niet, want die heeft een tijd lang bij mij in het appartementencomplex in Amsterdam gewoond. En die, ik vond het al genoeg dat ik die man in de lift ja? kwam. Ja. Waarom eigenlijk? Nou ja, dat was in een hele moeilijke situatie voor hem. Oh, en ja, ja dan, En daar ja, ja, wil je ja, ja, niet ja. mij tegenkomen. Nee, dat snap ik. <laughs> ja, ja, ja. Maar ja, er werd gezegd: ja, bekende Nederlanders moeten juist naakt recreëren, want dan heb je heel veel privacy. Ja. He? Nou ja, dat zal, het, het is natuurlijk toch vreemd als je een bekende Nederlander inderdaad in de blote kont tegenkomt. Ja. Ook met collega's trouwens. Dat heb ik twintig jaar geleden meegemaakt. Ik geloof dat ik het al twintig keer aan je verteld heb dat ik bij Radio Noordzee heb gewerkt. Jong. Ja. heb ik vier jaar lang heb ik het programma van Jomanda heb ik daar gepresenteerd. En uh, in die tijd ging ik naar de sauna van Soesterberg. Mm -hmm. En. Geef ik de ik naar binnen bij het stoombad. En zie ik dus inderdaad ja. Jomanda ja. in de blote bibs. Echt? Ja, dat is natuurlijk heel raar dat je zo'n vrouw al tegenkomt. Ja. Niet in een blauwe jurk, maar in de blote bibs. En de spirituele ervaring was dat. Ja, uh, ze, heeft het, ze heeft het water ingestraald, En, daar. en dan is ja. het maar een klein bruggetje naar The uh, Queen. Is dat zo? Nou ja, dat is het niet. <laughs> nee. Maar. Um... Ja. Je hebt een anekdote, hè? Ja, het, 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 het was toch een vrouw met humor. En dat vind ik dat mogen we ook wel eens even naar voren brengen. Onze koningin Juliana was ook, die had ook heel veel humor. Die was heel geestig ook wel. Elisabeth ook. Ken je dat verhaal van Richard Griffin? Ja, nou ja, dat, dat of, ja, dat is niet beveiliger, hè? Ja, dat is niet beveiliger. Ja, dat is zo'n leuk verhaal. Dat uh, hij ze bewaken van de Queen. En hij gaat met haar dus een wandeling maken op een Schots landgoed. Mm -hmm. Ze komen twee Amerikaanse toeristen tegen. En uh, nou, die vragen dus aan die mevrouw met een hoedje, zonnebril op en een zaaltje om haar hoofd: van, uh, Weet u waar de koningin woont? Ja. Dan zegt ze: Nou, die woont hier achter, op, uh, achter een heuvel. Daar hebben ze een paleis staan. Oh, is een beetje een leuk mens. Dan moet je aan hem vragen, want hij kent er heel goed. Nou, dus ze richten zich op die man, op die Richard Griffin, want dat vinden ze bloedinteressant dat hij de bewaker is inderdaad van de Queen, en vragen dus of ze iemand foto mogen. Ja. Geven de camera aan de queen en de queen maakt een foto van het gezelschap. Die mensen hebben nooit geweten dat ze nice. haar majesteit zelf hebben gedaan. Ja. Ze schitterend, schitterend. En het is ook zo volgens mij dat, dat die bewaker ook nog een beetje toezicht. Een beetje geintjes over de queen maakt. Ja, ja, ja. ja dat dus het een ja, ja, ja. mens zou zijn en zo. Ja. Um, over Chagreinige mensen gesproken. Nou, dat is misschien een beetje flauw of niet. Denise van BB uh, Vol Liefde. Ja. Ze heeft in ieder geval een Instagram-filmpje uh, gedeeld en uh, dat ging als volgt. Aangezien je als deelnemer de regie overgeeft van jou als persoon aan een productiebedrijf en jij van tevoren nooit de impact kan inschatten, zou het dan niet geweldig zijn om twee uur juridisch advies te vergoeden voor de nieuwe deelnemers? Aangezien het zulke is, is dat een mooi gebaar. Ja, ze is hier een beetje cynisch, hè? Ja, sarcastisch. Ja, het, het heeft natuurlijk te maken dat zij staat onder contract nog steeds. Ze heeft een contract getekend waar ze niks mag zeggen, dus dan krijg je dit soort teksten natuurlijk. Ja. Uh, grensoverschrijdend uh, schijnt het geweest te zijn met die Dave. Uh, maar ze is zelf natuurlijk ook een beetje koekoek. Kan je dat beeld nog herinneren van die bloedmooie meneer? Daar doet ze een avondwandeling mee op een gegeven mm -hmm. moment. En die wil haar een liefdesmagneetje geven. Dan doet ze dit: Ik wil niet dat je me aanraakt. Niet aan me komen. De volgende ochtend komt diezelfde knul. Die komt erop halen om een partijtje te surfen. Die omhelst er. En dat is dan weer geen probleem. Nee. Dan denk ik van. Hier wordt niet ingeknipt door de montage, want ze, ze is ook verknipt. Hè? Dat roept ze ook steeds ze is verknipt. Nou, ja. is ze zeker. Ja. Dat is die Astrid ook. Oostenrijk. die is ook niet helemaal helder hoor. Ik bedoel dat die Harm Jan daar nog steeds is, want daar schijnt ze nog zo ontzettend leuk mee te hebben. Maar wat heeft die man? Wat heeft ze niet tegen die man allemaal geroepen? Je gaat maar grenzen over, weet ja. je wel? Ja. Ja. En dan denk ik, nou, ik was al lang in motor gestapt en naar Nederland teruggereden. Ja. Maar hij is er weer. Ja. Ja, over grenzen over gesproken. Uh, Gerard Joling en de buitenlanders. Nou, hij heeft hier nog in de studio gestaan. Dan had hij het erover? En het... Hm. Thema was nou juist toen dat RTL er nog niet aan wilde om het uit te zenden. Ja. Nu gaat het volgens mij definitief niet gebeuren. Nee, dat is een beetje koud denk ik, van RTL. Want deze, deze afleveringen liggen al heel lang op de plank, al jaren. Uh, hij heeft bijvoorbeeld een aflevering opgenomen met Steven Brunswijk. Uh -huh. uh, we kennen de hè? Uitgesproken mening. We weten hoe hij uh, de politiek in staat. We weten hoe hij over buitenlanders denkt. Uh, laat het maar zeggen, gewoon. Ja. Hij is nergens bang voor. RTL is blijkbaar wel ergens bang ja. voor. En uh, Jeroen Pauw die heeft nu tegenwoordig ook een uitzending. Uh, Nederland is vol. Ja, er worden ook dezelfde. dingen aan de kaak gesteld. En dan denk ik, ja, dat moet gewoon kunnen. Kijk, we zijn op het ogenblik reuze gevoelig voor alles en nog wat. Maar dan denk ik, ja, dat moet helemaal niet meer. Toon het nou. Laat die mensen gewoon hun zegje zeggen. Toch? Ja, weet je wie ook heel gevoelig reageerde op ad columniste Angela de Jong? Dat is Johan Derksen. was bij VI deze week. Ja, Angela de Jong die had het erover dat hij voorzitter van de fanclub van John de Mol was. Oh ja, ja. En hij reageerde er als volgt op. Jij pakt het allemaal aan om de mol in de kwaad daglicht te stellen. En ik heb schijt als John de Mol. Maar durven... oh, dat werk je niet echt op dit moment. Nee, wij, nee, wij durven nee. hier alles, en ik ook, over John maar... de Mol te zeggen. Maar ik vind het stuitend wat jij doet... Ja, ja... Kijk, ik, ga, ik sta hier natuurlijk niet om een mevrouw van het AD als telegraaf meneer te verdedigen. Dat ga ik niet doen natuurlijk. Maar ik vind wel dat Johan Derksen consequent moet zijn in, in zijn uitspraken. De ene dag dan brandt hij zijn eigen clubhuis af... Hmm. En de volgende dag dan prijst hij te hemel in. Dan denk ik: nee, dat moet je niet doen. Je moet gewoon ja. consequent zijn en gewoon één lijn trekken. Dat is niet wat hij doet op het ogenblik. je een beetje je geloofwaardigheid ook. Ja, en voor die vind ik het helemaal niet zo erg dat hij natuurlijk voor de baas opkomt. Ik bedoel, als hij goed betaald wordt, dan moet je natuurlijk altijd voor je baas ja. opkomen. Ik bedoel, als zandagoets nu wordt aangevallen, dan lig ik ervoor. Ja, nee, uiteraard. Ja. Uiteraard, nee, natuurlijk, joh. Ja. Hé, hey, wie staat er op de ster omheen? Matthijs uh, van Nieuwkerk. Oh, ja. oh, ja. Matthijs ja. van, van Nieuwkerk. Ik heb hier ook een plaatje van hem. Het lijkt op een mevrouw, maar het is toch echt Matthijs? In ieder geval geen petje op dit Nee, meneer, <laughs> nee, nee. Nou, Matthijs die, die doet het nog wel eens vervelend als er uh, door een cameraploeg van SBS 6 bijvoorbeeld uh, wordt gevraagd. Uh, van, Was u nou echt zo'n vervelende meneer vroeger bij dat De Wereld Draait Door? Want dat speelt hè, op het ogenblik. Hij schijnt een tiran geweest te zijn. Mm. En dan loopt hij weg. Dan denk ik nou, Echt? ja, Matthijs, die moet toch inderdaad mediatraining hebben gehad in ieder geval. Dat je nooit weg moet lopen nee. natuurlijk. Ik bedoel, vroeger moest je natuurlijk ook niet weg gaan lopen bij hem aan tafel. Want dan had hij geen gast gehad. Dus waarom loopt hij nou wel weg als er, dat soort vragen Ja, Wil je je, je tot hem richten, wat je natuurlijk ook met Carlo Bossard en zo hebt gedaan? Ja, nou laten we dat doen. Matthijs, nooit weglopen natuurlijk. Gewoon... Met een grapje. Zeg gewoon: Ik ben de leukste man op aarde. Ik ben een reuzenschat. Daar ben je er ook vanaf. En dan kan je weglopen. Okay. Ik word er nu een beetje koud van. Ik zet hem in het diepvriesvakje. Oké, okay. Jan, dank je wel.